gedrag, nagenoeg het maximum gedrag voor een ID-kaart, dat dit jaar weer stijgt. De fractie van D66 vindt dat bijzonder jammer. De ID-kaart is een verplicht document en dus erg belangrijk, vooral als je in een grensgemeente als Winterswijk woont. Dan heb je hem namelijk echt altijd nodig. Bijvoorbeeld even boodschappen doen over de grens. Een rijbewijs is daar geen geldig legitimatiebewijs. Maar ook belangrijk, vaak als je ergens aan het werk gaat, heb je een kopie van een ID-kaart nodig en volstaat een rijbewijs niet. Het belang van zo'n kaart is groot. En de fractie is dan ook niet eens met het college om steeds vast te houden aan een nagenoeg maximum tarief. Voorzitter, de fractie van D66 dient daarom een motie in die mede wordt ondersteund door de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Met het verzoek om een ID-kaart voor bijstandsgerechtigden 1 keer per 10 jaar gratis te verstrekken. Onze fractie is zich ervan bewust dat dit een ad hoc maatregel betreft. Maar als je een gezin hebt met 2 kinderen van 14 plus en 2 ouders, dan lopen die kosten al behoorlijk op. Even over de motie vrijstelling kosten ID-kaart. U spreekt hier over met het verzoek om de raad. U hebt het over mensen in de bijstand, specifiek. Hebt u niet gedacht om te praten over mensen met een minimuminkomen? Mevrouw ten Dolle. Dat vind ik een zeer waardevolle aanvulling. Dus misschien kunnen we de motie, moet ik ook naar mijn andere partijen kijken, textueel aanpassen. Ja, we gaan het straks nog wel even over hebben, denk ik. Voorzitter. Meneer Wassink. Ik wil toch nog graag even reageren, juist om die vrijstelling. U gaf zelf aan, het is een ad hoc maatregel. En als CDA hebben we juist samen met Winterswijks Belang in ons coalitie gesteld, in het coalitieakkoord, van wij gaan niet meer voor die ad hoc maatregelen, maar wij gaan voor structurele aanpak van de armoede. Ik kan niet anders constateren dan wat u eigenlijk zelf zegt, dit is een ad hoc maatregel. En uiteindelijk is het dus gewoon pleisters plakken. Voorzitter. De heer Tannenraad. Ja, wij zien het precies andersom als het CDA. Wij vinden namelijk heel erg belangrijk dat wij als een van de pijlers van het coalitieakkoord praten over armoedebestrijding. Daar zijn we volop mee bezig. Dat is een langdurig project. En we zien dit niet als een ad hoc maatregel, maar meer als een quick win. Waar je veel mensen een plezier mee kunt doen. Dus wij sluiten ons graag aan. Misschien kunnen we nog even hebben over minimuminkomen. Voorzitter. Meneer Wassink. Daar wil ik nog toch graag even op reageren. Want een quick win zegt u zelf. Ja, een quick win, dat noem ik dus een ad hoc maatregel. Want volgens mij hebben we heel duidelijk gesteld in ons coalitieakkoord, wij gaan al onze investeringen inzetten voor structurele maatregelen. En een quick win is bij mij geen structurele maatregel. Is heel leuk voor de buren, heel mooi met kerst misschien, maar niet een structurele aanpak. Ja, voorzitter. Meneer Tannenmaat. Als u een quick win hetzelfde vindt als een ad hoc maatregel, dan kun je dat zeggen. Als u als CDA met de armoedebestrijding hoog in het vaandel dit niet wil steunen, dan mag u dat uiteraard zelf weten. Maar wij steunen het wel van harte. Voorzitter. Meneer Zuiderveld. Ik zou nog graag even op de heer Wassink willen reageren. Ik zal er zo nog iets meer over zeggen trouwens. Maar ook ik wil er toch wel even reageren dat als wij tot 2040 geen pleisters meer mogen plakken, dan zit er een nieuwe generatie. En de generatiearmoede is juist wat we willen bestrijden. Maar tot 2040 geen pleisters meer plakken, dat is net zoiets als tot 2040 je fietsband niet plakken. Dus dat gaan wij niet doen. Voorzitter. Meneer Wassink. Pleisters plakken doe je volgens mij op het moment dat er echt een acute incident is. Dus je valt op je knie of je band gaat lekken inderdaad. Maar dat doe je niet waar een structureel probleem zit. Dan kies je voor structurele maatregelen. Want wij willen juist ervoor gaan dat mensen niet een hand op te houden voor een ID-kaart. Maar dat ze dusdanig in een positie komen dat zij gewoon die ID-kaart kunnen betalen. Meneer Zuiderveld. Ja, daar zijn wij ook helemaal voor wat meneer Wassink zegt. Maar aangezien het tot 2040 duurt voordat dat hopelijk realiteit is, want het zal nog knap lastig worden, denken wij dat je tot die tijd toch... En we weten ook dat heel veel mensen zitten helemaal niet te wachten op hun hand ophouden. Die willen veel liever dat de gemeente hun helpt bij een netwerk creëren en weer aan het werk komen en hun eigen geld verdienen. En weer een rol in de maatschappij hebben. Maar tot die tijd verlichten wij graag de problemen bij mensen die het wat minder getroffen hebben, tijdelijk of langdurig. Voorzitter. Meneer Wassink. Kijk, dat is nou precies het probleem. Als wij nu al ons geld stoppen in pleisters plakken, dan gaat het tot na 2040 duren voordat wij zover zijn. Voorzitter. Wij willen al onze investeringen al juist gaan inzetten bij een structurele aanpak. Dus bij de bron beginnen. En dat is niet bij gratis ID-kaart. Voorzitter. Kijk, even of de heer Zuiderveld nog wil reageren, gaan we daarna naar de heer Tannenmaat en dan naar de heer Voogd.
Dat is niet het geval. De heer Tannemaat. Ja, ik moet een beetje lachen om het CDA, want ze zijn ontzettend druk om bezig om hier dit onderuit te schoffelen. Je hoeft er niet mee eens te zijn. Wij hebben ook mee getekend aan het coalitieakkoord. We hebben hele goede plannen neergelegd en we gaan keihard aan het werk om te proberen om Bentenswijk armoede vrij te krijgen in 2040. Maar het staat echt totaal los van wat hier nu gevraagd wordt in deze motie door D66 en GroenLinks. Dus je kunt heel goed ad hoc wat doen en de kerstgedachte in ere houden en zeggen van we gaan nu gewoon voor een misje wel voor een quick win. Er is helemaal niks mis mee. En als je niet mee wil doen, is dat prima. Maar op een gegeven moment is het nee is nee. En wij zeggen ja. De heer Voogd en daarna mevrouw Klein-Genui. Ja, ik zou ook nog even in herinnering willen brengen dat er zoiets is als werkende armen. Mensen die niet zijn aangewezen op de gemeentelijke bijstand of iets dergelijks. Maar wel erg veel moeite hebben om rond te komen. We steunen die moties omdat de gedachte die erachter zit, namelijk ondersteuning bieden aan mensen die het even minder of tijdelijk minder getroffen hebben in het leven, dat onze steun verdient. Toch voelen we de behoefte een boodschap te herhalen die we hier al vaker hebben laten horen. Dit soort maatregelen als kwijtschelding en het dempen van kosten is natuurlijk hetzelfde, en de heer Wassink zei het ook, als pleisters plakken. Voorzitter, pleisters plakken, dat weten we allemaal, dat is symptoombestrijding. We willen niet alleen pleisters plakken, maar de wond die eronder zit genezen en eigenlijk voorkomen dat de wond ontstaat en al helemaal dat die ontsteekt. Maar goed, de PvdA ondersteunt niet alleen deze moties om meer pleisters worden geplakt, maar ook het collegebeleid om Winterswijk armoede te maken en vooral generatie armoede te voorkomen, armoedevrij te maken. Bijvoorbeeld over 15.000 euro, dat lijkt natuurlijk helemaal niet zoveel. Maar voor die 15.000 euro structureel kan ik ook een medewerker een dag in de week structureel inzetten om mee te helpen om onze armoedeproblematiek bij de wortel aan te pakken. En dat is waar het CDA op in wil zetten. Dus structureel aanpakken en daar ook onze menskracht en onze medewerkers op inzetten. En niet bij ad hoc maatregelen. Maar de heer Zuiderveld, dan de heer Te Gronde en dan mevrouw Zomer. Dan begrijp ik goed dat u dan die 15.000 euro besteedt aan een ambtelijke medewerker die daaraan gaat werken. Toch? Of niet? Nou, of ik wil erop reageren. Of bedoelt u iemand die nu werkloos langs de kant is aan het werk te helpen? Ik wil er wel op reageren. Als ik het goed gelezen heb allemaal, sinds het nieuwe college is aangetreden, is de ambtelijke formatie behoorlijk uitgebreid op het gebied van armoedebestrijding. En daar heb ik het over. Dat moet wel betaald worden. En die extra formatieruimte, die is volgens mij ook heel goed en heel hard nodig om dit armoedeprobleem aan te pakken. En daar zou ik op in willen zetten. Ja, maar dit vind ik een verkeerde vergelijking. Want dat betekent dat tot 2040 betalen wij dus loonkosten aan ambtenaren om het beleid voor na 2040 voor te bereiden. Nou, dan zeg ik geen armoedebeleid, als dat de werkelijkheid is. Dan zeg ik, laten we dat maar liever pleisters plakken. Meneer Wassink, afsluiten. Ja, volgens meneer Zuiderveld begrijpt dat volgens mij dan toch niet helemaal. Kijk, op het moment dat wij de armoede willen bestrijden, hebben we daar mensen voor nodig die dat doen. Dat gaat niet vanzelf, dat komt niet uit de lucht vallen. Daar hebben we best een hoop capaciteit voor nodig. En die capaciteit wordt volgens mij ontzettend goed besteed. Het is niet dat we die vier mensen of extra AFT aan het werk zetten en dat is de armoedebestrijding. Nee, wij gaan daar heel veel mensen in Winterswijk mee helpen. Eventjes de heer Te Gronde en daarna de heer Tannemaat. Je kunt natuurlijk aan elk dossier wat we in de gemeente hebben, kun je armoedebeleid ophangen. En er zijn ook mensen inderdaad die misschien best moeite hebben met een laag inkomen, toch een eigen huis. Die moeite hebben met de OZB te betalen. Precies. Dat klopt. De vraag is alleen, hoe ver ga je elke keer? Want het is elke keer ad hoc beleid en elke keer pak je weer een beetje erbij om te kijken of we het probleem kunnen oplossen. En uiteindelijk gebeurt dus aan een structurele probleem daarmee niks. En dat moeten we volgens mij oplossen. U hebt het over structureel, incidenteel, maar u komt op voor een groep mensen die dus een eigen woning hebben, die waarschijnlijk 15 of 20 euro per jaar weer gaan betalen. En daar zet u zich voor in. En meneer Voogd zet zich samen onder andere met WB en nog een paar partijen in om de mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten een kleine pleister te geven door 30 euro per jaar minder te hoeven te betalen. Dus het is op zich niet zoveel anders. Alleen het is maar net welke kant je wil belichten. De heer Te Gronde. Nou, voorzitter, volgens mij heeft de Tannemaat dan de afgelopen jaren niet goed opgelet hoe de VVD richting de OZB kijkt. Wij zeggen altijd van de OZB mag niet de sluitpost van de begroting zijn. En dat is wat anders dan dat wij zeggen, het gaat om die 20 euro. De VVD heeft natuurlijk in oktober al tegen de begroting gestemd. En dat had natuurlijk alles te maken met de OZB-verhoging.
maar ook met een stijging van de schulden. En ook het feit dat wij zagen dat er veel beleid aankwam dat financieel nog helemaal niet uitgewerkt is. Nou, het armoedebeleid is daar een goed voorbeeld van. Volgens mij hebben we alleen in 2019 en 2020 wat budget daarvoor opgenomen, maar verder nog niet. Dus vandaar dat wij ook niet zo van de pleisters zijn. Maar we willen gewoon eerst een goed plan en een goede financiële onderbouwing, zoals de VVD dat betaamt. Ja, dan het amendement van de OZB. Nou ja, wij gaven al aan, hè, wij zijn gewoon principieel tegen de lastenverzwaring voor onze inwoners. En ja, meneer Tannemaat, mensen die in armoede leven kunnen ook een eigen woning bezitten. Dus je kunt heel goed dezelfde groep raken. De kosten van de ID-kaart die moeten wij gewoon rechtstreeks afdragen aan het Rijk. En daarnaast wordt de totale leeskosten op 84% uit mijn hoofd kostendekkend. Dus die zijn niet kostendekkend al. Dus, dat is, dus het is niet zozeer dat wij per se het maximum tarief willen, maar wij willen gewoon zoveel mogelijk onze dienstverlening kostendekkend hebben. Er is al een paar keer gezegd dat het feit dat we gekozen hebben voor het structureel aanpakken van armoede niet betekent dat ad hoc maatregelen per definitie niet mogelijk zouden moeten zijn. Tuurlijk zijn die wel nodig als ze inderdaad op dat moment ook goed werken. Toch vind ik deze motie wat prematuur. En dat heeft een aantal redenen. De eerste is dat we op dit moment binnen het minimabeleid al de mogelijkheid hebben om mensen die moeite hebben om hun ID te betalen, daarin hun kosten te voorzien. Dus er is al een mogelijkheid om dit te doen. Dan kwam ook de opmerking van de mensen die genoemd worden, alleen bijstand. Ik zou dat, als we het zoiets zouden gaan doen, zou ik het door willen trekken naar dezelfde groep die ook in aanmerking komt voor de collectieve verzekering zoals we dat met mensen afgesproken hebben. Dan kom je ongeveer op 1400 mensen uit. Qua kosten, omdat je het uitsmeert over 10 jaar, is het nog niet eens zo'n groot probleem. Maar ik zou het eerlijk gezegd toch mee willen nemen in het armoedeverhaal waar we mee bezig zijn. Want op zich duurt dat niet zo lang, dan wordt hij steeds geschermd met 2040. Maar als u de voortgang, zoals die geschetst is door het team wat er nu mee bezig is, dan weet u dat we in mei, juni gewoon de boel klaar hebben liggen over hoe we structureel verder gaan. Dan hebben we de informatie binnen, dan maken we plannen. Daar kan dit ook in meegenomen. En ik moet eerlijk zeggen dat het idee wat de Partij van de Arbeid aandroeg door te werken met een soort voucher, zodat degene die het betreft zelf kan besluiten waar hij dat inzet, nog niet eens zo'n hele rare gedachte is. Dus ik zou die graag in het totaal mee willen nemen. Dus ik zou toch op dit moment deze motie willen ontraden, hoewel die niet per definitie niet sympathiek zou zijn. Het bedrag waar het om gaat, daar hoeft het echt niet aan te liggen. Want als je kiest voor het aantal bijstandsgerechten wat we nu hebben, dan komen we even uitgerekend op ongeveer 4500 euro uit op jaarbasis, omdat het maar 1 keer in de 10 jaar nodig is. En als je praat over de mensen die nu in aanmerking komen voor het mensenverhaal, dan zou je uitkomen op ongeveer 8000 euro per jaar. Dus daar hoeft... We hebben het over die voucher eventueel, hè? Wat BB wel een interessante optie lijkt. Maar goed. Als we het dan houden over die quick wins en dat soort uitspraken. Want je kunt op een gegeven moment... Kijk, Winterswijksbelang staat pal voor het armoedebeleid dat wij hier aan het opzetten zijn. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een heel mooi plan. Maar wij zien nog steeds ook wat in quick wins. Hoe ziet u dan precies het tijdspad van zo'n gegeven? Nou, dit zouden we dan in het eerste half jaar mee moeten nemen. Ja, meenemen. Ja. Ja, maar dan krijgt u ook uitsluitsel of het op dat moment gewoon iets is waarvan we zeggen dit past in het structurele armoedebeleid. Want kijk, waar je natuurlijk wel over praat, ik bedoel aan de ene kant praat je over een quick win, dat is het wel, maar je praat over 56 euro per persoon over 10 jaar. Dus het zijn nou ook niet de wereldbedragen waarmee je het armoedeprobleem oplost. Het is een mooi gebaar, het is een quick win. En als die past in het totale beleid, en als dat ook zou passen bijvoorbeeld in een beleid waar je met vouchers gaat werken, zodat mensen zelf kunnen besluiten waar ze het aan besteden, vind ik dat ook prima. Dus nogmaals, aan de een, op zich, de motie vind ik zeker niet onsympathiek. Wat ik ook tegen mevrouw Ten Dolle gezegd heb, we nemen hem mee in het beleid zoals we dat in het eerste half jaar opstellen. En daar komen we er zeker op terug of dit echt verwerkt is of niet. Want die toezegging heeft u dan ook, want dat is de motie. Ja. Heer Talmaat. Ja, voorzitter, ik snap het allemaal wel. Maar kijk, dit is nou precies wat natuurlijk vaak gebeurt met de overheid. U vindt hem sympathiek. U zegt het kost niet zoveel geld.
En toch gaan we het allemaal niet doen, want we moeten dat allemaal eerst eens even onderzoeken en meenemen. Het onderzoek van de VVD straks ook, dat kost nog net zoveel als dat je 3 jaar lang bij wijze van spreken die afvalstofheffing zou wegafvoeren voor die mensen. Kijk, op een gegeven moment moet je toch ook een keer iets doen. Een keer zeggen van, nou, weet je wat, we doen dit gewoon om die mensen tegemoet te komen. En dan doe je toch geen afbreuk aan het hele integrale beleid van de gemeente Winterswijk om wat te doen voor armoede. Daar doe je toch geen afbreuk aan? Nee, je doet er ook geen afbreuk aan. Wethouder Alderink. Je doet er ook geen afbreuk aan. Alleen, we hebben hier wel met z'n allen vorig jaar afgesproken, of in begin dit jaar afgesproken, dat we een weg zouden bewandelen waarin we het hele armoedebeleid vorm zouden geven. En dan, ja, maar ik vind dan toch dat je er, en toen hebben we ook afgesproken dat we geen ad hoc maatregelen zouden nemen. Ad hoc maatregelen die briljant gevonden zijn en die ineens een echte grote verlichting geven. Denk ik, nou, daar wil ik best over nadenken. Maar dit is... dat uit het beleid blijkt dat dit een goede oplossing zou zijn, waar wij overal CDA twijfels bij hebben, dan zou je daar vanzelf mee komen. Dus dat betreft zie ik dan het nut van zo'n motie niet meer in. Volgens mij ga ik er niet over of een motie wel of niet in. Wethouder ons een toezegging kan doen dat hij voor het zomerreces komt met een voorstel om te kijken of we dit kunnen invoeren. Waaronder ook de check die de heer Zuiderveld aangaf, dan trekken wij hem in. En breng ik als eerste in stemming het amendement van de VVD in zaken indexatie OZB opbrengst. Mag ik voorstanders van dit voorstel zien? Voorstanders zijn de fractie van VVD en de fractie van D66. 5 voor, 15 tegen. Amendement is verworpen. Gaan we door naar het volgende amendement. Het amendement van GroenLinks, Partij van de Arbeid en WB. Meneer Voogd. We zouden graag een hoofdelijke stemming zien. Hoofdelijke stemming. Dat kan, dat gaan we voor doen. Regelen. Dan gaan we als eerste de primers vaststellen. Dat is nummer 15, de heer Voogd. Voor. Geef het woord aan de griffier. De heer Voogd. Voor. De heer Zuiderveld. Voor. De heer Johannes. Tegen. 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 Mevrouw Prinsen. Tegen. De heer Jonker. Voor. De heer Tegronde. Tegen. Mevrouw Klein-Gunnewiek. Tegen. Mevrouw Van Harten. Voor. Mevrouw Ten Dolle. Voor. Mevrouw Elsinghorst. Tegen. Mevrouw Van de Vinnen. Tegen. De heer Tannemaat. Voor. Mevrouw Van de Meulen. Voor. De heer Tercelle. Tegen. De heer Fuik. Tegen. De heer De Roos. Tegen. Mevrouw Van de Linde. Tegen. Mevrouw Poels. Tegen. De heer Wassink. Tegen. Mevrouw Zomer. Voor. Acht voor, 12 tegen. Voorstel is verworpen. Gaan we naar het voorstel zelf. De belastingverordeningen 2019. Mag ik voorstanders van dit voorstel zien? Mevrouw Klein-Gunnik, ik wil een stemverklaring geven. Ja, mevrouw Klein-Gunnik, voorzitter. De VVD kan instemmen met de belastingverordening met uitzondering van het punt OZB-verhoging. Dank u wel. Dank u wel. Gaan we naar nog meer mensen stemverklaring. Dat is het geval. Mag ik dan voorstanders van het voorstel zien? Het voorstel is unaniem aanvaard.